Wat ik eigenlijk zag is dat er heel veel plastic gebruikt wordt, maar het belandt ook overal. En het is niet 1, 2, 3 weg. Hier in Nederland zie je het niet zo snel op de straat, want we hebben hele goede afvalinfrastructuur. Maar in andere landen zie je het overal op de straten. Dus daardoor raakte ik geïnteresseerd in plastic en wat er daarna mee gebeurt. The James Dyson Award was set up to invite students at universities to solve problems. Mijn uitvinding is de plastic scanner. En daarmee kan je plastic identificeren. Niet alle plastic staat op wat voor type plastic het is. En daardoor is het recyclen heel lastig, want je moet het materiaal zo puur mogelijk houden. Hello Jerry, it's James Dyson here, behind the mask. Oh wow! Congratulations, you're our Sustainability Award winner. Really? Yes, because we think it's a great development and it solves a real and necessary problem. So well done. We zijn hier bij een plastic recycling werkplaats. En ik ben in 2017 terechtgekomen bij Precious Plastic. Ik zag hoe schrijnend het probleem was met plastic en ik wou kijken of ik met mijn achtergrond in elektronica iets kon doen om zowel plastic beter te recyclen als mijn voorliefde van producten te kunnen verbeteren. En daaruit kwam eigenlijk de plastic scanner. Wat het zo uniek maakt zijn eigenlijk deze ledjes. En dit zijn specifieke golflengte infrarood led. Die schijnen licht op een plastic product. De weerkaatsing wordt door deze sensor gemeten en aan de hand daarvan kan je bepalen wat voor type plastic het is. De plastic scanner van Jerry is een geweldige innovatie. Uiteindelijk is het namelijk een aantal dingen bij elkaar. Het is de jeugd die bezig is met afval en recycling, dat hebben we ook echt nodig. En hier in Nederland doen we het al best wel goed. Maar al die materialen, al die kunststofmaterialen moeten uit elkaar worden gehaald. Het zijn allemaal verschillende types plastic. Hier in Nederland hebben we er verschillende dingen over de lopende banden, met infrarood en dergelijke. Maar juist in die landen waar we nog hele grote stappen moeten maken, daar kan deze plastic scanner het verschil maken. Toen James Dyson mij persoonlijk feliciteerde met het winnen van de duurzaamheidsprijs, was ik eigenlijk gewoon een paar minuten stil. De reden dat ik mee heb gedaan aan de James Dyson Award is omdat ik denk dat er veel meer innovatie zou moeten zijn op het gebied van plastic recyclen. Ik ben in Algerije op een vluchtelingenkamp om mijn plastic recycling werkplaats op te zetten met Precious Plastic. Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren met de plastic scanner. Samen met het prijzengeld kan ik ervoor zorgen dat het productieproces versneld wordt en het bij de mensen komt die het nodig hebben.